Niet alleen bij een deel van de Schiedamse gemeenteraad, maar ook bij veel Schiedammers riepen de geplaatste borden aan de Lange Haven veel vragen op. Op de borden was te lezen: de ouders van mijn grootouders, grootouders van mijn ouders, mijn overgrootouders, tot slaafgemaakte. Naar het schijnt zijn deze borden dinsdag opgehangen, maar lagen er dinsdagavond alweer zo bij, namelijk in het water van de Lange Haven. Deze borden zijn inmiddels weg, maar aan de overkant hangt ook iets. De vraag die opdoet is: wiens idee was dit? Iemand die dacht dat hij rare teksten aan de muren moest schroeven. Ja, geen idee. Ik kan me er zelf niet zoveel bij voorstellen. Maar iemand zou de ambitie in theorie hebben kunnen hebben. Reden genoeg voor de Oudere Partij Schiedam, Algemeen Ouderenverbond, Alles voor Schiedam en Los, vragen te stellen aan het college. Waar komt het vandaan? Wie heeft dit verzonnen? Nogmaals, we worden heel graag, geen idee. Dit is iemand geweest die zomaar wat is gaan zitten schroeven. We denken dat niet, maar we willen dus weten waar komt het vandaan, wie heeft het betaald, welke wethouder is verantwoordelijk. Nou, daarvoor hebben we natuurlijk ook inmiddels een stevig vermoeden wie dat is. Maar we willen het wel graag bevestigd hebben en ja, daarna gaan ongetwijfeld vervolgvragen komen. We hebben hier in Schiedam een wethouder waarvan ik vind persoonlijk, en dat is mijn mening, dat ze niet heel veel kan. Reuderink doelt op Anouska Biekman, wethouder Samenleven, die verantwoordelijk is voor onderwerpen zoals diversiteit en inclusie. Ze houdt zich wel altijd ontzettend bezig met het Schiedams niet bestaande slavernijverleden. Eerdere sessie, 5 setjes schriftelijke vragen, een WO-verzoek. Nou, er kwam eigenlijk niks uit. Een bijeenkomst met gesubsidieerde partners. Waar ze, gesubsidieerde partners kunt u niet vrij praten. Maar die werden wel min of meer gedwongen om opeens allerlei ferme standpunten in te nemen. En nu weer dit. Vorig jaar kondigde de gemeente Schiedam een onderzoek aan naar de familie Pichot. Die ene familie had een grote rol in de slavernijgeschiedenis als plantagehouder in Suriname in de 18e en 19e eeuw. Voor de rest is uit onderzoek vooralsnog gebleken dat er geen vorm van slavernij gelinkt kan worden aan de stad Schiedam. Reuderink uit al langere tijd openbaar zijn onvrede over hoe Biekman met dit onderwerp omgaat. Met wat hem betreft de borden aan de Lange Haven als dieptepunt. Als dit bij deze wethouder vandaan komt, laat het zien dat ze echt totaal, maar dan ook totaal geen feeling heeft met wat er echt in Schiedam leeft. De reacties op Facebook liegen er niet om. Daaruit blijkt dat de Schiedammer helemaal niet zit te wachten op initiatieven zoals deze. De Schiedamse deugertjes, wat een waanzin. Schiedam, een slavernijverleden. Bord roest in ieder geval niet, zullen we maar zeggen. Maar vooral, wie heeft dat opgehangen? De gemeente is op de hoogte van de schriftelijke vragen van de 4 partijen, maar kon woensdagmiddag nog geen antwoord geven.